Kijkers, op de vijfde dag van de actie van de Stichting 1 voor 12 en Stichting Vismada en Rograk hebben wij bezoek gehad van de directeur van bureau Dak en Thuislozen, meneer Doekie. Hij heeft even kort de heren toegesproken. U krijgt een verslag van de vijfde dag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de Stichting 1 voor 12 samen met Rokra en Stichting Vismada dit initiatief heeft genomen om waar de Stichting Bureau Dak en Thuislozen niet kan inspelen, dat zij inspelen dus op een warme maaltijd. U weet, bij de stichting mogen jullie elke ochtend terecht voor brood, voor thee, voor een bad, voor schone kleding. Daarom zijn we meneer Vismalen zeer erkentelijk dat hij jullie gedurende deze maand, en ik denk dat hij het heel, niet alleen deze maand doet, maar vaker, dat jullie ook een warme maaltijd krijgen en wat drinken. Ik denk dat jullie meneer Vismalen en Rokra wel een daverend applaus mogen geven daarvoor, voor die bijdrage die zij leveren aan jullie. Niet dat ieder zou dat willen doen of kunnen doen, maar de Stichting 1 voor 12 en Rokra, die zetten hun schouders onder het werk, samen met Bureau Dak en Thuislozen, om jullie die hulp te kunnen bieden. Meneer Vismalen, nogmaals, het werk dat u doet, u vult aan waar wij niet kunnen. U heeft partners daarin. Rokra is een trouwe partner, heb ik gemerkt. Zij zijn ook bij ons langsgelopen. U bent er heel vaak. We zijn echt, het is niet onder woorden te brengen. Maar laten we elkaar ondersteunen. Laten we samenwerken ten behoeve van deze mannen. Deze mannen hebben die hulp ook nodig. Wij zijn er om hun die hulp te bieden. Hoe gering dan ook, maar het is een hulp. Heer Mangal en Dinesh Autaar hebben 1 voor 12 benaderd om samen projecten te doen. Dit is een van de projecten. Er komen nog meer. Heer Mangal en Dinesh Autaar hebben 1 voor 12 benaderd om samen projecten te doen. Dit is een van de projecten. Er komen nog meer. Ik mag wel zeggen dat het enorm zwaar is om 30 dagen lang u te voorzien van een maaltijd. En daarom wil ik u vragen om het te omarmen. Want u gaat weinig mensen vinden om dit te willen doen 30 dagen lang. Om liefde aan u te geven, u te begeleiden en u weer in de maatschappij te willen brengen. Natuurlijk gaat dat niet met iedereen kunnen. We hebben al één hier. Ik wil hem vragen om bij me te komen staan. Ik heb de heer Promes hier bij me. Ik heb dagen met hem zitten praten tot het besluit is gekomen om te zeggen van meneer Vismalen, me want change, me want kom bakken in de maatschappij. Mag ik een applaus voor meneer Promes? En me want actie uno ook toe, sans don jazo, voor u teka initiatief voor meneer Promes, sa wan change baka, no es moko, sa tegi meer. Maar if you es moko, me want actie u stop. Me want actie u stop. Stop smoken, stop drinken, omdat die amanetje je kunt apprecie. En tot slot met Taki, meneer Mangal, meneer Dinesh Autaar, met de Grand Tani, zal lang aan de commit 1 voor 12, voor ook aan begin, dan ga je jepi, de noot sa u abidja in akondre, omdat die aan noot de zang kan de trasmane shi, maar wie is shen, wif 1 voor 12 is en daarom hoe start naging. Met dat grand tangi is makkelijk eten.